Vandaag zijn we uitzonderlijk in de buitenlucht in plaats van onze vertrouwde parking. En daar zijn twee goede redenen voor. Ten eerste, deze auto is te hoog om binnen te geraken in de parking. En ten tweede, dit is ook geen ding om binnen te bewaren. We hebben er heel lang op moeten wachten, maar hier is hij, de nieuwe Land Rover Defender. Je kan deze gedetailleerde wegtest nalezen in nummer 1059 van Autogids. Of je vindt hem terug op de website autogids.be, net als alle andere gedetailleerde wegtesten. Steven, het is niet meer de antieke vierkante kist van weleer, hè? Nee. Hij is radicaal veranderd. En dat is ook de reden trouwens dat we zo lang hebben moeten wachten. En zoals je in de intro al zei, we hebben super lang moeten wachten op de nieuwe Defender. En een van die redenen was dat design. Er waren nogal wat Defender-enthousiastelingen die liever hadden dat hij bleef zoals hij was, qua stijl. Wat trouwens Mercedes en de G-klasse, de grootste concurrent van de Defender, wel gedaan heeft. Bij Land Rover hebben ze dat niet gedaan. Ze hebben radicaal gekapt met het design en ook met de rest eigenlijk van een auto. Ah ja. Heeft dat nog een ladderchassis bijvoorbeeld, of is dat ook verdwenen? Nee, dat is bijvoorbeeld een van de dingen die op de schop is gegaan, dat is de ladderchassis. De Defender staat voortaan op het platform van de Discovery Range Rover Sport Range Rover. Okay. Dus dat is de D7 architectuur. Ze hebben voor de Defender wel een aparte letter uit de kast gehaald. Het is de D7X platform en de X staat dan voor vierwielaandrijving. En dat heeft wel een aantal repercussies, die X. Want niet alleen is het veel offroadvaardiger, dit platform, dan de andere D7-architecturen. Maar het is dusdanig aangepast dat het onmogelijk was om bestaande onderdelen of panelen van de andere Discovery en Range Rover Sports en dergelijke meer te gaan gebruiken op de Defender. Dus de Defender heeft alle panelen, alles wat je ziet, is uniek voor de Defender. In die mate zelfs dat hij dus ook een aparte productielijn heeft in de fabriek. Hij was te hoog voor onze parking, hè? Hoe hoog is hij eigenlijk? Bijna 2 meter. Okay. 1 meter 9 en oneffen. Eigenlijk bijna 2 meter. En het probleem is dat onze garage is gelimiteerd op 1,9 meter. Ah, ja. Dus hij kan niet binnen. Zelfs als je de luchtveren, want dat is op de 110. Zo radicaal is hij dus veranderd. Hij heeft nu luchtveren. Okay. Dus zelfs als je de luchtveren in de laagste stand zet, kan hij er nog niet in. Ik zal je misschien ook direct de andere maten geven. Hij is 5 meter in de lengte en 2 meter in de breedte. Dus het is echt wel de serieuze jongen geworden ten opzichte van de vorige. En de vorige was eigenlijk ook al geen kleintje. Maar is het nog wel een terreinwagen eigenlijk? Het is absoluut nog een terreinwagen. Ik denk dat Land Rover dat als eerste punt op het lastenboek heeft gezet van hij moet even terreinwaardig zijn. Natuurlijk. En kijk, om dat plusminus een beetje te... Want ik heb daarnet gezegd, platform van de D7's en aparte architectuur. Maar hij is niet de langste van de hoop, maar hij heeft wel de langste wielbasis. En dat komt omdat Land Rover er specifiek voor gekozen heeft om de wielen echt op de uithoeken te gaan zetten. Daardoor heeft hij een wielbasis van 3 meter. En door het feit dat die wielen echt op de hoeken staan van de koets, zit je ook met heel mooie op- en afrijhoeken, respectievelijk 38 graden vooraan en 40 graden achteraan. Dus naar terreinvaardigheid, plus de luchtvering, je kan hem horen zetten. Hij heeft sowieso standaard 20 mm meer bodemvrijheid dan de anderen. Met die D7-architectuur. En als je hem helemaal op zijn hoogste punt zet, heeft hij 291 mm aan bodemvrijheid. Dus er is nog altijd heel weinig waar deze Defender voor moet stoppen als je terrein rijdt. Steven, dus dit is een 4-cilinder diesel, maar als ik het goed begrepen heb, is hij eigenlijk al niet meer te koop. Nee, en ik moet in alle eerlijkheid zeggen dat Land Rover mij daar ook verrast heeft. Het is een beetje in alle stilte verlopen. Dus er is een motorwissel bij Land Rover in de Defender. Dat is de 2 liter Ingenium diesel, de 4-cilinder, maar die bestaat dus niet meer, zoals je net hebt gezegd. Dat is nu, als je nu naar de Land Rover dealer zou gaan voor een Defender, wordt dat de 3 liter 6-in-lijn mild hybrid. Nu, in essentie ben ik daar niet rouwig om. Klinkt beter. Klinkt 6 is beter dan 4. Nu, voor alle duidelijkheid, de 240 pk, dus dit is de D240, doet het perfect, hè. Maar je blijft voelen dat het een 4-cilinder is, vooral op het gebied van koppel. En ik heb toen in mijn test geschreven dat eigenlijk een 6-in-lijn deze Defender het best zou staan. Namelijk omwille van dat koppel dat je dan extra zou kunnen hebben. En dat klopt ook, want die 3 liter
heeft 570 Nm aan koppel, terwijl het hier maar 430 is. Ah ja. Terwijl, door het mild hybride systeem dat Land Rover eraan gaat schroeven, het verbruik en de CO2-uitstoot min of meer hetzelfde blijven. Dus we zitten rond de 200 gram. NEDC 2.0 en als je naar WLTP gaat is 234 gram, denk ik. Dus het blijven heel hoge cijfers, toch voor 2020. Maar voor een 6-in-lijn is dat eigenlijk, zeker voor zo'n Lubas van 2,2 ton, valt dat eigenlijk wel goed mee. Terwijl het toch het comfort hebt en de verfijning van zo'n 6-in-lijn. En veldversnellingen heb je er nog? Je hebt nog veldversnellingen, maar zoals alles aan deze auto is dat nu allemaal elektronisch gestuurd. Dus ja, om te beginnen, manuele bakken zijn er ook niet meer, dus het is altijd een automaat, een achttrapsautomaat. En ook voor die veldversnellingen, voor die reductiebak, moet je met de knoppen van het terrain response, van het aanraakscherm, moet je aan de slag. Maar je krijgt dan wel een kortere eindbrug. Ja, ja, dat zit er wel bij. Dus dat blijft zitten, maar het is elektronische sturing. Ja. Ik zie hier twee kleurenschermen. Dat is toch wel een ander tijdperk dan de vorige, denk ik. Ja, absoluut, absoluut. Ja, daaraan zie je de grote stap richting 20e eeuw dat de Defender heeft gezet. Hè. Dus dat is meer comfort, meer luxe en uiteraard ook meer elektronica. Maar daarom heeft Land Rover het utilitaire karakter van zijn Defender, zijn ze dat niet vergeten. In die zin dat ze zelf zeggen dat alle stoffen, want ja, je ziet dat is wel, hè, ziet er heel mooi uit. Maar volgens Land Rover zou alles afvastbaar moeten zijn en zou het ook bestemd moeten zijn tegen ruw gebruik. Nu goed, hè, dat zal de tand destijds wel laten blijken. Maar ja, de tijd dat je in een tractor zat is echt wel voorbij. Hè? En met hoeveel mensen kan je erin eigenlijk? Wel, dat is een interessante vraag. Ik zou durven gokken op 8. Dus uiteraard zijn er de twee kofferplekken. Die zullen we straks even. Allee, die zitten hier niet in, maar we straks gaan even naar de koffer. Maar wat het interessantste is, is dat je hier in het midden dat die armsteun in kan wisselen voor een extra jump seat, zoals ze de Britten het zelf noemen. Een soort van noodzitje. En dat is trouwens ook de reden dat die pook, de versnellingspook, nu van boven staat op het dashboard. Omdat je plaats moet hebben voor de voeten van de andere persoon. Dus dat is een optie. En ik vermoed, ik zou het eigenlijk eens moeten uitzoeken, maar ik denk dat je dan, als je hier drie personen hebt, drie achteraan en dan nog eens twee in de koffer. Ja. Maakt 8. Oké. Okay. Maar zullen we misschien eens naar de achterbank gaan kijken? Ja, we gaan eens kijken. Jo. Het is wel een stuk ruimer en comfortabeler dan vroeger. Ja, ja, absoluut. 3 meter wielbasis. Hier zie je daar de uitdaging van. Ja. Nu ja, ze hebben bij Land Rover ook hier alweer, ja, eigenlijk over de volledige auto, echt wel rekening gehouden met dat verleden. Hè? Want kijk hier. Ah ja. De traditionele. De dakramen. De dakraampjes. Maar tegelijkertijd ook de extra luxe. Hè? Aansluiting voor USB achteraan. Met zelfs plaats voor je laptop. Of een tablet aan te sluiten. Wat dan in schril contrast staat met de vijzen die dan het avontuurlijke van weleer moeten weer oproepen. En de koffer, iets kleiner heb ik de indruk. Ja, ja. Dus een beetje gebrek. Allee, van al die terreinwagens, de G-klasse heeft ook dat probleem. Kleine koffer, ja, wat je krijgt, hè, als je achterwielen helemaal achteraan staan, die structuur moet ergens een plaats krijgen, dus bij gevolg boet je in aan de ruimte die erboven ligt, en dat is de koffer. Hè. Ja. Desondanks krijg je wel nog 900 liter in, dus het is mooi, maar een Discovery bijvoorbeeld is een pak ruimer en een pak. Ja. Vandaar ook die twee extra zitjes die je hier kunt krijgen, die zouden dan in principe hieronder moeten zitten. Ah ja, oké. Dat zijn in het geval van de Defender zijn dat noodzitjes. Hè. Bij de Discovery krijg je twee volwaardige zetels, maar hier is dat enkel voor kinderen. Maar dat is wel natuurlijk, hè, het blijft utilitair, dus ja, en de bodem die op voorzien is en afwasbaar. En de deur met het traditionele reservewiel. Nu, Hans, ik ga daar wel een kleine opmerking bij geven. Hoe cool het ook mag zijn en hoe makkelijk. Als je een trekhaak hebt, en wie een Defender neemt daar normaal gezien de trekhaak bij. Ja, een fietser kan je niet opzetten. Hè. Terzij het wiel eraf valt. Terzij het wiel eraf valt. Dus ja, goed. Voor een lastenslepen daarentegen is het ideaal. Want niet geremd 750. Heb je een geremde aanhangwagen, ja, dan gaat het zelfs tot 3720 kilo. Amai. Als je uiteraard de rijbewijs hebt waarmee je meer dan 3,5 ton zou mogen trekken. Dus dat is echt aanzienlijk. Ja. Dus ja. Het is niet meer het tractorgevoel van weleer, hè?
Ja, bedoelt het rijden? Ja. Ja, nee, absoluut niet. Ja. Om te beginnen, kijk, het stuur staat deze keer recht voor mij, Hans. Want, handig. Ja, vroeger stond het stuur van de vorige Land Rover, van Defender, stond mee naar links. Omdat dat makkelijker was om uit je raam te leunen en zo naar buiten te kunnen kijken of mee te kunnen volgen. Ja, daar heb je nu een heleboel camera's voor om dat werk over te nemen. Dus het stuur mag nu recht voor je staan. Dat is al één. Maar twee, ja, met dat nieuwe platform, dat D7 onderbouw, ja, die is veel comfortabeler. Die is ook veel rigider, dus dat maakt dat je veel minder rol en koetsbewegingen krijgt. De luchtvering, die standaard zijn op de 110, pas daar wel mee op. De 90 krijgt standaard schroefveren, net zoals de utilitaire versies van zowel de 90 als de 110. Dus of die even comfortabel zijn, dat kan ik je niet zeggen. Maar hier, die 110 met die luchtvering is waanzinnig. Die pakt alles mooi op, mooie filtering. Ja, en daar komt dan nog bij dat de geluidsisolatie quasi perfect is. Hè? Dat gerammel van, ja, die diesels van vroeger, ook dat, zoals je hoort, is eigenlijk zo goed als weg. Nu, daar hoort wel nog een kleine kanttekening bij. We zitten nu in een versie die gespiced is, zeg maar, met het Adventure Pack. En een van die features van dat Adventure Pack zijn offroadbanden. Ja, en die maken uiteraard meer rolgeluiden, zeker als je op de snelweg gaat beginnen rijden. Dus daar moet je wel rekening mee houden. Maar voor de rest, ja, het verschil is er echt eentje van dag en nacht. Hij is helemaal anders dan de vorige eigenlijk. Ja. Geldt dat ook voor de prijs? Nog een klein beetje. De vorige was al duur, Hans, maar deze slaat toch alles. Als je D240, ja, D250 is het nu, wil, in 110, dus in lange basis, dan betaal je daar minstens €60.000 voor. Oela. Dat is bijna dubbel zo duur als de vorige 110. Ja. En dan heb je eigenlijk nog niet zo heel veel. Want, en dat vind ik eigenlijk een klein beetje, ja, op het randje zal ik maar zeggen, Land Rover biedt eigenlijk enkel maar het standaard terrain response aan en al de rest van de terreinopties die ze hebben, moet je bijbetalen. Ah. En ik vind voor een Defender zou dat toch eigenlijk wel standaard goed mogen zijn. Ja. Komt nog bij dat door de hoge CO2-uitstoot van de Defender, ja, dat je ook heel wat taxen betaalt. Dus in Vlaanderen inschrijven met de 199 gram NEDC2. Dan zitten we aan ongeveer iets meer dan €3.000. In Wallonië is dat zelfs meer dan €4.000. Ja. Dus dat komt er ook nog eens bij. Plus het verbruik, want ja, we kennen de cijfers nu nog niet van die 3 liter. Maar ik ga ervan uit dat die niet veel minder gaan zijn dan de 10 liter die ik geklokt heb met de D2V. 10 liter per 100 kilometer. Ja, maar moet je zeker rekenen. Ja. En dan is het nog diesel. Hè. Dus ja, het is sowieso een serieuze investering voor een nieuwe Defender. En de nieuwe Defender, wat vinden we er nu eigenlijk van? Ja, wat mixed feelings. Ik mis wat de charme van de vorige. Maar aan de andere kant heeft Land Rover dat wel meer dan gecompenseerd met de praktische inzetbaarheid die er nu zit in die Defender. In die zin dat hij is comfortabeler dan de vorige. Pak comfortabeler, hij is luxueuzer, hij is ook praktischer, hij is veel groter. Je kan er nog altijd even goed, of misschien zelfs beter, mee het terrein in. En door de verschillende uitrustingsmogelijkheden die er zijn, is er voor elk wat wils. En in die zin kan je ook zijn prijs, die echt wel veel te duur is eigenlijk, maar goed, kan dat min of meer, is dat een soort van verzachtende omstandigheid, in die zin dat je voor dat geld wel 5 auto's in één krijgt. Mm-hmm. Dus ja, in die optiek vind ik het wel geslaagd, ja. Amen.